Waar is de camera, Niels? Sorry? Waar is de camera? Kijk, daar staat hij helemaal klaar. Ja, verder. Ja, staat je goed? Ja, doe zo. Hoi, ik ben Dylan. Ik werk 4 dagen in de week hier bij Bakker Barendrecht. Andere werkdag ben ik op school. Vandaag nemen we een kijkje wat mijn dag inhoudt bij Bakker Barendrecht. Kom maar mee. 'S Ochtends om 4:15 kom ik hier aan. Ga ik naar het koffiehok beneden en neem ik wat te drinken. Om 5:30 stap ik op mijn heftruck en dan begin ik met order pick voor Albert Heijn. Nou, hier aan, dan zeggen dat je hem weg gaat brengen. Dan lopen we daarheen en dan zet je hem daar neer en dan vertel je waarom je hem daar neer zet. Nou, dit is mijn werkplek. In deze loods verricht ik mijn werk. Dit is het werktuig wat ik gebruik. Hier rij ik op tijdens mijn werk. Nou, om 6:45 begin ik met order picken voor Albert Heijn internetwinkel. Nou, de producten die wij hier verzamelen zijn groente en fruit. Zodra wij dat verzameld hebben, komen de voorrijders die de vrachtwagens laden en lossen. Komen hierheen, halen de pallet vanaf, scannen die door middel van een bordcomputer waarin we hebben staan wat ze moeten scannen. Zodra ze dit gescand hebben, gaat het uit de bordcomputer, komt de sticker eruit bij de printer die bij het dok staat. En dan laden ze die in de vrachtwagen. Zodra de eerste... Nou, dit is Marcel van Soest. Hij is onze stagebegeleider. Marcel, wat doe jij voor de stagiaires? Voor de stagiaires ben ik verantwoordelijk voor het contact met school. Contact met VTL in dit geval. En je huiswerk nakijken. Okay. En als jij problemen hebt binnen het bedrijf, kom je bij mij. Okay. En hoeveel van de stagiaires heb je? Op dit moment hebben we er 3. Er zijn 3 jongens die op dit moment 4 dagen werken. 1 dag naar school, 4 VTL. Ik ga even de jongens voorstellen waarmee ik werk. Dit is Boulijn. Voor deze man moet je oppassen. Als er problemen zijn, roep je gewoon hulp bij Jordi. Hey. Dit is Fireteam waar we ook mee werken. Nou, dit is dus de ochtendploeg deze week. Die stagiaires die melden zich bij jou aan of? Nee, die jongens die worden aanmelden bij VTL. Okay. Na de aanmelding dan worden ze gescreend door VTL. En naar aanleiding van het gesprek van nou, die jongen die passen wel bij Bakker Barendrecht. En dan worden ze voorgesteld bij ons. En als ik hier werk, hoe gaat dat dan verder? Nou, op het moment dat jij hier aan het werk komt, ga je meelopen met iemand die je gaat inwerken. Naar aanleiding van hoe snel je dat oppakt, ga je zelfstandig aan het werk. Nou, dan ga ik jou begeleiden daarin. Als je vragen hebt, kom je bij mij terecht. Voordat je op een heftruck kan werken, heb je eerst een heftruckcertificaat nodig. Dit kan je halen via school. Dit is een 2-daagse cursus waarvan je 1 dag theorie doet en 1 dag praktijk. Hierna moet je natuurlijk wel een examen halen. Na het examen heb je heftruckcertificaat en kun je op deze mooie heftruck rijden. En je zou nog verder willen leren dan de vrachtwagenchauffeur? Ja. Misschien de planning of iets anders? Zou dat ook mogelijk zijn? Dat kan wel, maar dat doe je dan intern bij Bakker Barendrecht. Okay. Binnen Bakker Barendrecht hebben we heel veel mogelijkheden om door te stromen. He, je kan bij ons heftruckchauffeur worden, vrachtwagenchauffeur, je kan natuurlijk alle kanten op. Nou, voor mij zit het er weer op. Ik ben vanochtend om 6:30 begonnen, het is nu 2:30. En ik ga mijn bed maar weer in. Ik hoop dat jullie een goede indruk hebben gehad van wat mijn baan inhoudt. En ik hoop dat jullie ook een leuke baan vinden zoals dit. Het liefst hier bij Bakker Barendrecht. Ziens!